Hey en welkom op mijn kanaal. Ik ben Lindsay van het kanaal Elvonix en ik maak heel graag video's over van alles en nog wat. Ik maak shoplogs, ik maak heel veel vlogs, ik heb net vlogmas gedaan, ik maak graag reisvideo's. Dus als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, doe dat zeker door op de rode knop hieronder te drukken of op het einde op mijn foto te klikken. Join the family, het wordt heel leuk hier op mijn kanaal. Vandaag neem ik een action shoplog op en ik heb er vorig jaar eentje geüpload en vandaag doe ik dat gewoon opnieuw. Het is weer een mega action shoplog, dit keer van het jaar 2018, want ik ben onlangs bij een paar verschillende actions langs geweest en die hebben toch wel een paar zakjes gevuld. Ik heb hier zo'n zakje, maar ik heb ook nog zo'n hele grote zak die vol zit met spullen. En ik heb hiernaast ook nog twee dozen staan van spullen die ik heb gekocht die niet meer in de zak zitten. Dus ik zou zeggen, like deze video als je action shoplogs leuk vindt. En dan ga ik er gewoon aan beginnen. Ik heb om te beginnen dit zakje erbij genomen. Hier zitten een paar saaie spullen in. Dus als ik deze aan het begin van de video gewoon doe, dan zijn we erdoor. En dan kunnen we over naar de leuke spullen die in de grote tas zitten. Het eerste dat ik dan heb gekocht is deze microvezelspons. Die zou geweldig goed zijn om ruiten, spiegels, maar ook je auto mee te wassen. Het staat ook op de achterkant. Het zou wel een miracle sponge moeten zijn. En hij ziet roze, dus deze kon ik echt niet laten liggen. Ik ga trouwens alle prijzen in de beschrijving zetten, maar ook in beeld. Zo hier zo laten verschijnen. Maakt het gemakkelijker en ik weet dat we allemaal de prijzen van sommige spullen willen weten. Dus ik zet het gewoon in de video, maar ook onderaan in de beschrijving. Verder heb ik twee keer dit gekocht. En het ziet er zo uit. En dit is eigenlijk een vochtvreter is de naam. En als je last hebt van vochtige ruimtes, zoals een kelder kan vochtig zijn, maar wij hebben hier in ons appartement ontdekt dat sommige kasten aan de buitenmuur, dat daar ook wel vocht in durft te kruipen. Dus dat willen we oplossen door deze vochtvreter daar te gaan plaatsen en te zien of dat het wel degelijk helpt. Sommige schoenen van ons zien er redelijk vuil door dat vocht in de kast, dus dat is echt wel een minpuntje. Dus dat gaan we hiermee proberen op te lossen. Hopelijk werkt het. Valentijn is al een paar dagen gepasseerd. Een week denk ik, wanneer ik deze video ga posten. Maar je kan nooit genoeg Valentijnsdingen kopen. Je kan ze altijd op andere momenten gebruiken. Zoals als je een jubileum viert. Zoveel jaar samen zijn. Of gewoon in een romantische bui bent. Dan heb ik wel een paar dingetjes bij Action gevonden. Eerst en vooral dit confettikanon. Die hebben we met Valentijn niet afgelaten. Gewoon omdat hier in huis zit heel veel stof in. Dan zou ik dat niet echt doen. Maar bijvoorbeeld, stel je voor dat iemand trouwt. Hartjes confetti kanon, hoe leuk is dat? Als er een vrijgezellenfeest wordt gehouden, dan zijn ze van die kanons echt wel leuk. Dus deze heb ik meegenomen. Verder heb ik ook dit kleine doosje meegenomen. En hierin zitten verschillende soorten hartjes. Grote, kleine hartjes. In zo'n stof. Maar een heel leuk stofje. En ik weet niet dat die gaat focussen. Hij blijft op mijn gezicht gefocust. Ja, zo kan je ze beter zien. Het zijn heel leuke hartjes. Verschillende soorten. En weer al, als er iemand trouwt of een vrijgezellenfeestje houdt, heb je altijd hartjes bij je. Als je een gezellige brunch wil doen met je vriend of je vriendin, hartjes erbij. Deze komen altijd van pas. En die heb ik dan ook gewoon meegenomen. Om dan in die romantische sfeer te blijven, heb ik twee verschillende soorten slingers gekocht. Zo van die hartjeslingers die je uiteenrekt. En dan zijn er heel veel heel mooie hartjes. Want ze zijn echt heel leuk gevormd. Trouwens ook super lange slingers. 6 meter. Die gingen echt wel een heel eindje hier op de muren. Ik heb ze in het rood en in het lichtroze. En deze zijn weer al heel leuk voor een vrijgezellenfeestje, voor een trouwdag, voor weet ik veel wat, romantische brunches, noem het op. Ze komen altijd wel van pas. En dan echt Valentijn gericht, had ik voor mijn vriend dit schattige boekje gekocht. Liefde is jij en ik. En dan krijg je van binnen van alle verschillende liefde is zijn stem aan de telefoon. Wat ik dan met dit boekje specifiek heb gedaan, is dat ik bij elke afbeelding mijn eigen ding heb geschreven. Dus bijvoorbeeld, hier staat: liefde is hun troosten bij een ongelukje. En daar heb ik dan bijgeschreven:
En ook een beetje lachen. Want zo zijn we, als er iemand iets gênants of zo voor heeft, dan zullen we altijd troosten, maar toch ook een klein beetje lachen. En dat heb ik dan bij elke foto gedaan in dit boekje. Dat is wel een leuk idee als je zelf iets wilt personaliseren. Zo van die boekjes doen het altijd wel heel goed. Je kan er heel gemakkelijk je eigen gevoelens bij schrijven. En dan is het ook een beetje persoonlijker. Dus dit heb ik gekocht om cadeau te geven. En daarbij had ik bij Action ook een super melige, maar toch wel schattige Valentijnskaart gehaald. Ik dacht, voor dat geld kan ik niet sukkelen. Dus ik kocht dit groot Valentijnskaartje. Met in alle talen wel I love you op. En de binnenkant is ook wel heel leuk. Dus die heb ik dan ook wel afgegeven. Was hij heel blij mee, had hij niet verwacht. De voordelen van zonder je vriend naar de Action gaan, is dat je met heel veel verschillende dingetjes kan verrassen. En ze kosten niet veel geld, dus dat is wel een pluspunt. En tot zover alle Valentijnspullen. Het volgende dat ik hier uit de zak haal zijn dierspulletjes, want wij hebben momenteel geen huisdier. We hebben nog geen huisdier, want vanavond gaan we kijken naar kittens, Britse korthaarkittens. Er is een kettery hier niet zo heel ver vandaan die onlangs een nestje heeft gekregen van Britse korthaarkittens. En daar gaan we vanavond eens naar kijken. We gaan op ontmoetingsgesprek, zoals dat gaat. Als jullie graag een vlog willen zien over die kittens, als ze komen, of hoe dat we ons appartement erop voorbereiden, laat het zeker weten in de reacties. Maar dus om dat katje te verwelkomen binnen zoveel weken, hebben we bij Action toch al een paar voorbereidende maatregelen getroffen. En hebben we zo een speelgoedje gekocht aan een stokje. Dus dat is zo'n soort van vishengel, kan je het wel noemen. En dan rol je dit er helemaal af. Heb je zo'n touw met dit speeltje eraan. En dan kan je heel leuk daarmee spelen. Een vriendin van mij heeft een kat. En katten houden van dit soort speelgoed. Dus dat hebben we gewoon meegenomen. En daarbij hebben we ook nog heel melig dit erbij gekocht. Zo een muisje, een balletje. Nog van dat rolgerief. En nog een muisje. Dat ook piept. Dus dat hebben we erbij gekocht. Ik kan echt niet wachten om een kat in huis te hebben die met dit zal spelen. En volgens mij zal die kat hier toch wel heel blij mee zijn. Het volgende dat ik heb gekocht is voor binnenhuis. En tijdens deze trip naar Action was mijn vriend mee. Dus hij heeft ook een kleurtje kunnen uitkiezen. Maar toen we gingen waren er keukenhanddoeken in promotie, in de week promotie. En dan heeft hij dit patroon geselecteerd. Dus zo een zwart-grijs dambordpatroon. Het is eigenlijk een, ja, het is echt een keukenhanddoek om je handen mee af te drogen in een soort van badstofmateriaal. Dus heel leuk om bij ons aan de oven te hangen. Dus hij koos dit. En ik koos natuurlijk een roze versie. Op de afbeelding kan je het al wat beter zien. Welcome to our happy place. En dat ziet er dan zo uit. Die vond ik toch wel echt heel schattig. Heel mooi roze. Past echt heel mooi in onze keuken. We kunnen nu dus afwisselen en een paar dagen roze gaan en een paar dagen zwart-grijs gaan. En dan is iedereen in ons appartement blij. Ik heb de zak er hier even bijgenomen, want de eigenlijke reden dat ik naar Action ben gegaan is omdat ik super graag die bullet journal wou. Ik was al een tijdje aan het twijfelen of ik wou gaan beginnen bullet journalen of niet. En toen zag ik een paar Action shoplogs met kei mooie bullet journals staan. En ik dacht, ja, dit is het teken. Ik ga beginnen bullet journalen. Die waren er dus niet in elke Action dat ik ben geweest. En ik ben over een verschillende tijdspannen wel gegaan. Ik ben op 2 weken naar 3 verschillende Actions geweest. Nergens een bullet journal te vinden, jammer genoeg. Maar ik heb wel een agenda waarin ik onlangs een planner pack heb gekocht op AliExpress. Misschien zal ik daar wel eens een video over maken. Heel interessant. Maar ik dacht dus om daarin al een beetje te gaan beginnen bullet journalen. Als in met stickers werken, met verschillende kleurtjes werken, met calligrafie werken. Al die leuke dingen. Dus ik dacht, ik ga bij Action gewoon al gelijk inslaan wat er is. Die bullet journals waren er niet. Niet erg. Dan ga ik wel voor washi tapes en brush pens en stickers. En al die dingen. En die heb ik ook gevonden. Vandaar dat ik de zak erbij haal. Want het zijn heel veel kleine dingetjes. En dan kan ik ze er gewoon uitnemen. Het eerste dat ik er dan qua stationery uithaal zijn deze brush pens. En ik heb er hier al eentje open gedaan om te zien hoe ze zijn. Ik heb deze kleurtjes en deze kleurtjes. Dus eerder pastel en eerder fel. Deze heb je als je into stationery bent sowieso al gezien. Past toevallig bij mijn trui. Dit is de tip van zo'n brush pen. En die is heel flexibel. Dus als je die zo duwt, dan gaat die alle kanten op.
En ja, nu heb ik een vlek gemaakt. Maar met deze zou je dus heel mooie handlettering moeten kunnen maken. Heb ik nog niet geprobeerd. Ik heb ze er juist uitgehaald om eens te bekijken hoe ze er net uitzien. Maar ik ben heel benieuwd om deze te gaan proberen. Kostte niet zo heel veel, dus ik heb er gelijk 2 pakjes van meegenomen. Heel leuk om ermee aan de slag te gaan in mijn agenda. Daarbij kocht ik deze 2 pakketjes twin markers. En dan heb je zo van die stiftjes met een fijne en een brede tip. En die heb ik in 2 rozige tinten meegenomen. Dus aan deze kant een beetje pastel, dan felroze en een beetje bordeaux. En aan deze kant dan weer andere soortjes roze en rood. Ik ga ook eens zo eentje open doen, want dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb hier de kleur light pink. En dit is dan de fijne tip. Het is wel eerder felpink dan light pink op het scherm. Maar in het echt eigenlijk ook. En dit is dan de... Dit is dan de brede tip. Die ziet er zo uit. Wel heel leuke puntjes om mee te gaan schrijven. Dus ik kan ook echt niet wachten om deze te gaan gebruiken. En het laatste van pennen dat ik heb gekocht is dit doosje hand lettering. En hierin zitten 6 brushpens, 1 twin marker en 1 potlood. Dus met het potlood maak je eerst de schets. Dan kan je met de andere stiftjes de... het potlood overtekenen, waarna je het potlood dan weer uitgomt. Als je kijkt naar planner video's, dan weet je vast wel wat ik bedoel. Maar ik had deze binnenkant dus nog nooit gezien. Ik had wel gezien bij Primark shoplogs dat mensen het kochten, maar ik zag nooit de binnenkant. Dus dat gaan we even ontdekken. Het eerste papiertje dat ik hier zie is dit. Een soort van inspiratiepapier van wat je waarmee kan doen. Enjoy this sweet moment, al superleuk. En dit is dan hoe het er van binnen uitziet. Dus van boven heb je potlood, dan daaronder de twin marker en dan de brush pens. Dus ik zal de twin marker er eens uithalen om te bekijken hoe deze eruit ziet. Eigenlijk net hetzelfde als de stiften die ik daarnet liet zien. Dus deze zwarte brede tip. En dan aan de andere kant heb je, vermoed ik, de dunne tip. Ook in het zwart. En dan heb je nog in verschillende kleurtjes de brush pens. Dus ik zal eventjes de roze eruit nemen. Deze is eigenlijk net hetzelfde als de brush pens die ik als eerste liet zien. Maar de tip is helemaal niet zo flexibel. Dus met deze brush pen ga je echt wel heel mooi kunnen schrijven. Dat is echt wel een pluspunt. En dit doosje kostte ook echt niet veel. Je krijgt de kleuren zwart, roze, blauw, groen, rood en geel. En ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd om met dit doosje aan de slag te gaan. Vind ik heel leuk. Ik vind het in het doosje trouwens ook echt super leuk. Kan je ook pennen in bewaren. Niet per se deze pennen, maar misschien andere pennen. Dus ik ben heel benieuwd naar dit. Laat me weten als jullie hier een review over willen of eender wat. Laat het mij weten. En om al die nieuwe pennen voor mijn planner te verzamelen, heb ik deze pennenzak gekocht. Een roze pennenzak met gouden ruitjes en ook zo'n gouden rits. Maar het ziet er wel naar uit dat hier heel veel dingen in kwijt kan. Als je een zakje zoekt voor washi tapes, dan kan je het erin kwijt. Ik ga hier nu net mijn pennen insteken. En als ik nog plaats over heb, ook washi tapes. Want ik heb ook washi tapes gekocht. Dat had ik ervoor nog niet, want ik deed helemaal niet aan bullet journaling of aan plannen of zo. Dus ik heb ook washi tapes gekocht. Ik heb 4 doosjes washi tape met elk 3 rolletjes ingekocht. Dus ik heb 12 rolletjes washi tape gekocht. Eerst en vooral wat zomerse washi tape. Namelijk deze felgekleurde. Met blauw en zo wat oranje washi tape. Zeker voor de zomermaanden een heel leuke, ja, heel leuke tape. Dus deze met groen, oranje en roze accenten. Maar daarbij heb ik natuurlijk ook glitter washi tape gekocht. Eerst en vooral lichtroos, felroos en gouden. En dan ook nog groenig, roze. Hetzelfde roze als de vorige en zwart. Ik had nog geen enkele washi tape in mijn bezit. En ik denk dat ik met 12 stuks al wel een mooie basis heb om met washi tape in mijn agenda te gaan plannen. En had ik daarnet gezegd dat dat alles was qua pennen, dan heb ik gelogen. Want ik heb ook nog 3 pakjes pennen gekocht met elk 3 stuks in. Dus 9 pennen, waarvan ik 1 er al heb uitgehaald en geen idee heb waar ik die heb gelaten. Waarschijnlijk in een tas.
Hoe dan ook, dit soort pennen die liggen er al heel lang, maar had ik nog nooit gekocht. Het zijn gekleurde pennen met elk een leuke tekst op, zoals je hier wel kan zien. En hier staat dan dit op en hier ontbreekt er natuurlijk één. En het laatste vind ik ook wel een hele leuke, Make It Rain Confetti, vind ik zo leuk. Het zijn wel zo van die leuke pennen die je gemakkelijk in een cadeau kan steken of cadeau kan doen gewoon aan een vriendin. Ze kosten niet veel, ze zijn leuk en ze schrijven blauw, wat ook wel een groot pluspunt is. Je hebt heel veel pennen die mooi zijn, die plots zwart schrijven, maar deze schrijven gewoon blauw. The best of both worlds, echt waar. Leuke pennen dus, die had ik ook nog. De zon is hier trouwens van alles met mijn belichting aan het doen. Sorry daarvoor, maar ik heb de zon niet onder controle. Hoe dan ook, we zijn bij de stickers beland en ik heb hier wel heel wat stickers liggen. Want ook dit had ik nog niet. Ik had nog geen enkel stickervel om te plannen of om dingen mee te versieren. Dus ik dacht, ik ga all out. Alles wat ik mooi vind, neem ik gewoon mee. En dat heb ik dan ook gedaan. Dus eerst en vooral heb ik dit velletje meegenomen. En dit zijn stoffen sticker sheets in A5. Dus ik ga ze er eventjes uithalen. Het zijn dus stoffen stickers. Maar dat vind ik niet erg, want ik vind dat dat een soort van textuur aan uw agenda kan geven. En dat dat ook wel heel mooi kan zijn. En ze voelen trouwens ook echt super leuk. Dus ik vind dat totaal niet erg dat dat stoffen stickertjes zijn. En ze zijn in super mooie patroontjes. Hier is met herfstblaren. Roze met gouden stipjes. Zwart met gouden pijlen. Super leuk. Ah nee, het is niet zwart, het is donkergroen. Het is donkergroen met gouden pijlen. Felblauw met gouden ruitjes. En dan aan de achterkant heb je andere patronen. Ook heel leuk. Roze met gouden pijlen. Bordeaux met gouden ruitjes. De felgroene met herfstblaadjes. Het donkergroene met roze. Met gouden. Het lijkt wel rosé-goud, maar het zijn gouden stipjes. En dat was het. Dus je krijgt hier 8 vellen. Dus deze ga ik sowieso heel goed gebruiken in mijn agenda. Daarna heb ik deze glitterstickers gekocht. Met allemaal verschillende quotejes erop. Ik ga ze gewoon laten zien. Ik ga ze niet allemaal overlopen. Maar ik vond deze zo leuk om eens een inspirational quote te hebben. En ook de Eiffeltoren vond ik echt heel leuk. Enjoy the little things. Have a nice day. I love you, al die leuke dingen, super leuk voor in een planner. En dan heb ik van hetzelfde soort ook nog deze meegenomen. En dit zijn eerder woordjes, dus niet echt quotes. En dat vond ik ook super leuk om in mijn agenda te gaan gebruiken. Dus ze zien er zo uit. Ik vind dat super weinig YouTubers de tijd nemen om stickers te laten zien. Ik heb zoveel Action shoplogs gezien. Gewoon met de vraag van wat voor stickers zijn er in Action. Want ze hebben geen webwinkel die goed genoeg is. En ik moet helemaal tot daar rijden om het te zien. En als je een Action hebt, zoals een paar waar ik ben langs geweest, dan zijn de stickers gewoon op. Dus vandaar dat ik de stickers gewoon eventjes uitgebreid laat zien. Dat ik het zelf nooit echt gezien heb bij andere YouTubers. Vandaar. Voor Pasen heb ik natuurlijk een Pasen geïnspireerd stickervel meegenomen. Hoe schattig is dit konijntje trouwens? Oh my god, zo cute. Hier zie je vooral kuikentjes, diertjes, paaseitjes, heel veel bloemetjes. En ook heel erg leuke pastelkleuren. Want dat is toch ook wel echt wat Pasen is, pastelkleurtjes. Dus dit velletje. Dit velletje en deze stickers zijn eerder 3D, die voel je echt wel. Dan heb je dit velletje met dat kei schattig konijntje. Dat ziet er zo uit. En het laatste is ook zo 3D, maar eerder in mouchevorm. En die heeft deze stickertjes. En als laatste van de stickers kocht ik 3 van die supergrote vellen. En deze stickers zijn ook wel wat groter. En ik zal ook niet elke sticker in mijn agenda gaan gebruiken. Maar ze hebben zo'n leuke patroontjes. Deze heeft heel veel lifestyle producten. Flamingo, zonnebril, hartje, roosjes, maar ook lippenstift. En zo een Chanel compact precies. Dus deze vond ik heel leuk. Maar ook de zijkant
waren ze van die quotejes die ik zeker wel in mijn agenda zie passen. En op de achterkant heb je nog een rij met zo van die zinnetjes, quotejes en dan ook een camera, een zonnebril, een hart. Deze vond ik echt heel leuk. En er staan ook glittertjes op en je voelt ze ook echt. Dus deze stickervellen vind ik super leuk. Van hetzelfde merk en dus ook in hetzelfde vakje, zeg maar. Want als je alle stickers eruit haalt, zijn dat meestal andere vormen en soorten. Heb ik er nog twee gevonden met van die planten. En wat ik hier zo leuk aan vind, is dat de zijkant gelijk washi tape is. Maar ook niet, want het is een sticker. Maar ik kan het dus afnemen en knippen. En dan kan je ze plakken hoe je ook maar wil. Dus dat vond ik daar super leuk aan. Maar ook die vetplanten vond ik zo mooi. Dus daarom heb ik deze echt wel meegenomen. Dit is een sticker wel dat echt mijn naam schreeuwt. Vond deze echt heel leuk. En de tweede daarvan heeft ook zo die zijkant met bloemen. Langs de ene kant en langs de andere kant. En ook overal nog die vetplantjes en... Ik vind deze zo mooi en zo echt mijn stijl. Hier ben ik heel blij mee. Daarna hebben we qua stationery al een beetje vooruitgekeken naar Vaderdag en Moederdag die er weer zitten aan te komen. En daar hebben we deze boekjes gekocht. Papa schrijft en mama schrijft. En dit zijn zo van die boekjes die je dan kan afgeven. En dan staan er heel veel verschillende vragen in over vroeger, over nu, die je dan aan je mama of je papa geeft. Bijvoorbeeld, hoe goed kende jij je opa en oma en hoe sprak je hen aan? Dat staat hier dan en dan kunnen ze daar hun ervaring, hun verhaal inschrijven. En als ze het boekje helemaal hebben ingevuld, dan geven ze het terug aan jou. En dan kan je antwoorden vinden op vragen die je zelfs nooit had denken te stellen. Die vragen heb je dan beantwoord en die heb je voor altijd ingeschreven in een boekje dat je dan aan je mama of je papa hebt gegeven. Ze vullen het in en ze geven het terug aan jou. Ik vond dat zo uniek en persoonlijk. Ja hoor, uniek en persoonlijk. Dat ik het gewoon meenam. Het is binnenkort Moederdag, het is binnenkort Vaderdag. Easy gift, echt waar. En helemaal niet duur en ook wel persoonlijk. Dus kon ik echt niet laten liggen. Ik heb één voor mama, één voor papa mee. En ook Nico vond dat zo'n goed idee dat hij er elk één heeft meegenomen om aan zijn ouders te geven. Dus onze Moederdag en Vaderdag staat hier al met een bloemetje erbij en een flesje wijn bij papa. Dus easy, easy, easy. En we hadden het daarnet over Pasen, maar ook heel de paascollectie is bij Action binnengekomen. Kommetjes, bordjes, stronken, takken. Alles is er gewoon. Stickers zijn er. Maar ook deze leuke eihoudertjes. We hadden er zo'n nog geen. Wij behelpen onszelf als wij een zachtgekookt eitje maken. En dat werkte ook wel. Maar toen ik deze zag, kon ik niet anders dan ze mee te nemen. Een blauw voor mijn vriend, een roze voor mij. Elk met een leuk konijntje erop. Dus die hebben we gewoon meegenomen. En dan hebben we ineens ook twee eiertopjes. Dan heb ik bij de beauty afdeling nog een paar spulletjes gekocht. Eerst en vooral twee facial sheet masks. Toen ik in Action stond, had ik het gevoel dat deze een nieuwe was. Maar ik denk dat die er vorig jaar eigenlijk ook al was. Dus zo nieuw is die niet. Maar ik moet zeggen, ik heb er onlangs zo'n paar gebruikt van Action en... heel goed, echt heel goed. Heeft mijn huid heel zacht gemaakt. Heeft precies gedaan wat er op de verpakking stond. En ja, het is gewoon heel leuk om te relaxen. Dus dat cheat mask, goedkoop en het werkt. Dus zeker een aanrader. Maar die was dus niet nieuw. Wat ik wel zeker weet, is dat deze nieuw is. Want die hadden ze nog niet. Deze cheat mask is met houtskool en zeezoutextract. En volgens mij maakt je gezicht wel een beetje zwart. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Deze zou verzachtend zijn om je poriën een beetje te gaan zuiveren. Dus ik ben heel benieuwd om deze te gaan testen. Daarna had ik nog nooit bij de babylips gekeken bij Action. Omdat ik zoiets had van, dat product misschien een beetje riskant. Maar ik was die dag in een riskante bui, zullen we wel zeggen. En ik heb deze lippenbalsem meegenomen. Deze is in de smaak 28 mint. Maar het ziet er naar uit dat hij wel een kleurtje afgeeft. Dus dat gaan we eens bekijken. Zo ziet hij er dan uit. Als je het eruit haalt, krijg je een hele rode lippenbalsem. Ruikt echt keihard naar munt. Oh, en er staat een hartje op. Hoe schattig is dat? Ik weet niet of je het gaat kunnen zien, maar er staat dus een hartje op. Eventjes testen. Komt echt wel heel veel kleur vanaf. Deze gaat je lippen zo rood maken, maar met de
met de luxe van een lippenbalsem dan eigenlijk. Dus deze babylips heb ik meegenomen. En dan als laatste bij de skincare heb ik dit Peel Off Face Mask Deep Cleansing Blackhead Removal gezichtsmasker meegenomen in goud. Dus ik weet niet of hier al action reviews van te vinden zijn op YouTube. Maar deze ga ik sowieso een eerste indruk mee opnemen. Even kijken hoe het er van binnen uitziet. Je krijgt 4 pakjes waar dan het masker in zit. Het is zo'n vloeibaar masker en dat ga je dan op je gezicht moeten smeren, intrekken en dan moeten aftrekken. Dus ik ben heel benieuwd om te gaan zien hoe dit werkt. Er blijkt ook een gebruikshandleiding bij te zitten. Dus deze ga ik bewaren om een eerste indruk mee op te nemen. Dus abonneer je zeker op mijn kanaal als je wil weten of dit werkt. Dan ben ik bij mijn laatste aankoop beland. En dit is echt mijn favoriete aankoop van heel de shoplog. Want nu ik het hier zo zie liggen, is het superveel. Maar wat ik nu ga laten zien, is echt mijn favoriete aankoop. Ik heb ze al uitgepakt, dus ik heb er gewoon de dozen bij gehaald. En ik heb ze 2 keer gekocht. De dozen staan hier allebei, maar ik ga er gewoon eentje laten zien. Ik heb hier zo lang achter gezocht, want ik had het op YouTube gezien. Bij niet heel veel YouTubers, dus ik had al het gevoel dat die moeilijk te vinden was. Maar ik heb het gezocht, ik heb het gevonden. Ik moest er dan ook nog eens 2 hebben, want ik wou ze aan de zijkant van bed zetten als nachtkastje. Dus het was een hele opgave, maar ik ben erin geslaagd. Ik heb het glazen tafeltje hier gekocht. Dus het is een glazen tafel met een marmer effect. Ik ga nu beelden invoegen van hoe het eruit ziet als het omhoog staat. Maar dit is dus hoe het er op de afbeelding uitziet. En dan vanachter kan je zien welke print in het doosje zit. Dus je had een zwarte marmer. Je had een doorzichtig met palmboom bladeren. En dan had je ook nog een pastelachtig met vlindertjes en roosjes. Maar ik wou natuurlijk de zwarte met marmer. En dat is zo leuk, want ik heb hier zoveel marmer, maar allemaal wit marmer. En dan in de slaapkamer, nu is het zwart marmer. Dus dat effect is echt heel leuk. En deze waren maar €9,50 of zo per stuk. Dus ik ben hier zo blij mee dat ik ze eindelijk heb gevonden. En dat was hem dan, het einde van mijn mega action shoplog. Nu ik het hier allemaal zie liggen, is het echt wel mega. Maar ik kan echt niet wachten om te gaan beginnen plannen met mijn stickers en mijn verschillende stiftjes en zo. Dus ik kijk hier heel hard naar uit. Ik ben super blij met alles wat ik heb gekocht. En dit is dan het einde van de video. Nu ik alles hier zo bij mij zie liggen, was het echt wel een mega action shoplog. Maar ik doe het dan ook maar 1 keer per jaar. Vorig jaar ben ik ook maar 1 keer all out gegaan in action. En nu ook een keertje. Dus dan is dat niet zo erg. Dan mag dat al wel eens. Als je deze video leuk vond, doe jij dan zeker je duimpje omhoog. Dat zou ik echt heel leuk vinden. En abonneren doe je door hier te klikken. Doe het maar. En join the YouTube family. En dan zie ik je heel graag terug bij een volgende video. Dag!